Yo, beste kijkers van het Veel Vraag. Super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Druk massaal op het duimpje omhoog, zal heel erg gewaardeerd worden. Abonneer natuurlijk op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet natuurlijk niet in de iTunes Shop onze supporter creator code te Veel Vraag te gebruiken. Zo super chill zijn. Dikke shout out naar iedereen die dat al heeft gedaan. In deze video gaan we het enkel en alleen hebben over Wailing Woods. En dan denk je van, hey, waarom heb je dit dan niet verteld in de ochtendvideo? Nou, ik dacht in de ochtend van, dit gaat me iets te uitgebreid worden. Laat ik hier een aparte video overmaken en daar heb ik geen spijt van, want het is best wel uitgebreid en ik vind persoonlijk wel een aparte video waardig. Maar goed, waar ga ik het dan over hebben? Ik ga het hebben over Wailing Woods, wat gaat verdwijnen. Hoe damn, je zag het al waarschijnlijk wel aan de titel en de thumbnail, maar damn, het gaat dus misschien wel gebeuren en ik ga jullie uitleggen waarom het misschien wel gaat gebeuren. Er is best wel grote kans namelijk. Allereerst, we gaan eventjes naar Polar Peak, de hele andere kant van de map. En daar is iets gaande. Namelijk bij Polar Peak in het kasteel liggen allemaal spullen van het vorige seizoen. We zien bijvoorbeeld nu een stuk van de meteoriet uit seizoen 3 natuurlijk. Is alweer een hele tijd geleden. Wat we daarnaast ook zien zijn filmopslagboxen. Die komen uit seizoen 4. Want destijds hadden we overal van die filmlocaties. Vandaar dus die filmboxen die hier staan. Daarnaast ook deze kisten. Die stonden volgens mij ook in seizoen 4. Naast die meteorietinslagen. Dat was ook best wel apart, die kisten. We dachten destijds dat het leger op het eiland zou komen. Is uiteindelijk niet helemaal gebeurd. Een soort van misschien. Een klein beetje met de vliegtuigen. En de bepaalde skins natuurlijk. En wat we als laatste ook hebben gezien. Is een schilderij van Tomato Town moet ik zeggen. Het is nu Tomato Temple. Maar destijds Tomato Town. Dus ja, al deze dingen liggen nu in het kasteel. En van wie is het kasteel? Natuurlijk van de Ice King. De Ice King heeft dus misschien wel iets te maken. Met het laten verdwijnen van bepaalde point of interest, dus al die locaties. Hoe komt hij anders aan die spullen, vraag ik me dan af. Dus het zou best wel eens kunnen dat de Ice King te maken gaat hebben met het laten verdwijnen van Wailing Woods. Maar hoe gaat dat dan precies gebeuren? Hoe gaat Wailing Woods verdwijnen? Nou, op welke manier, dat is niet helemaal zeker. Dat kan nog gewoon in een flits zijn, eigenlijk zonder reden. Hetzelfde als de woestijn en een klein beetje misschien het sneeuwgebied. Die was, nou oké, die was niet helemaal zonder reden. Er kwam namelijk enorme ijsberg op dat stuk van het eiland af. Maar in ieder geval, de woestijn was wel in een flits hoppakee in de game. Dus het zou zomaar eens kunnen dat Wailing Woods ook op deze manier verdwijnt. Het zou ook kunnen dat het onder water komt te liggen, wat ook een soort van leak was ongeveer 2 seizoenen geleden. Maar dat het gaat verdwijnen is niet zeker, maar er zijn wel hele grote aanwijzingen naar. We moeten daarvoor eventjes kijken naar de 4 skins die bij de Fortnite set horen. Dat is de Blue Square of zoiets, de Royal Knight, de Red Knight en de Black Knight. Deze 4 skins horen allemaal bij de Fortnite set. En hier is iets aparts bij. Al deze skins hebben een beschrijving met een naampje erbij. En ik zal ze hier in beeld doen. Bijvoorbeeld van de Blue Square. Is dat bijvoorbeeld The Bold Warrior of Moisty Mire. Moisty Mire. Hé, die is verdwenen. Dat is namelijk nu het woestijn geworden. Dan gaan we over naar de Royal Knight. Die Dauntless Champion of Tomato Town. Tomato Town. Hé, dat is Tomato Temple geworden. Apart. Dan gaan we over naar de Red Knight. Die Red Menace of zoiets. Of Anarchy Acre. Anarchy Acre, die is ook verdwenen. En dan gaan we nu over naar de Black Knight. En dit is The Odious Scourge of Wailing Woods. Oeh, damn, Wailing Woods. Is die verdwenen? Nog niet. Maar goed, dit is dus heel erg apart. Wailing Woods is dus nog de enige locatie die nog niet is verdwenen. De kans is groot dat dit gaat gebeuren. Want de andere 3 locaties zijn allemaal wel verdwenen. En dit is dus een teken dat de kans bestaat dat Wailing Woods gaat verdwijnen. Daarnaast heb ik nog een aantal theorieën. Namelijk, rechtsboven in de map heeft nog geen gigantische verandering plaatsgevonden. Natuurlijk, Wailing Woods is een klein beetje aangepast, maar dat was bijvoorbeeld bij Moisty Mire ook met die hele filmset. Dus het zou heel erg goed kunnen dat rechtsbovenin van de map het nog helemaal gaat veranderen. Want we hebben rechts onderin gezien dat het de woestijn is geworden. Links onderin zien we natuurlijk het sneeuwgebied. Links bovenin is nog niks aangepast, maar rechtsbovenin ook nog niet. Dus één van die 2 kanten gaat waarschijnlijk worden aangepast. En ik geef de grootste kans aan Wailing Woods met alle tekens die we tot nu toe hebben. Daarnaast kan het qua resources ook
prima. Want Whaley Woods is nu eigenlijk niet echt meer nodig. De meesten gaan er gewoon heen voor de grap om eventjes naar de bunker te kijken. Of natuurlijk om een skybase te bouwen. Maar qua resources, je hebt het eigenlijk niet echt nodig. Als je echt veel resources wil, dan kun je in principe ook gewoon naar de Dusty Divot gaan. Want ook daar zijn heel erg veel resources te vinden. Sterker nog, ik denk dat Dusty Divot zelfs een betere plek is. Omdat het al een beetje in het midden van de map ligt. Want als je vanuit de bus naar Wailing Woods springt, dan moet je sowieso lopen voor de circle. Want kleine kans dat hij boven Wailing Woods is. Wanneer Wailing Woods gaat verdwijnen, denk ik dat de bunker wel rechtop blijft staan. Of ja, hij zit eigenlijk een beetje vaag. Maar in ieder geval, ik denk dat de bunker wel op die locatie gaat blijven. Ik denk dat dat voor eeuwig gewoon een lang mysterie blijft. Of hij gaat connecten met de andere bunker die is gespot. Namelijk aan de hele andere kant van de map. Op dat kleine mini-eilandje. Daar zit namelijk een tweede geheime bunker. Als die met elkaar connecten, zou wel genius zijn. Kun je dus teleporteren helemaal naar de andere map in één keer. Zou echt super lijp zijn. Maar de vraag is of die bunkers open gaan. En daar hebben we geen antwoorden op, jammer genoeg. Wat denk jij wat er gaat gebeuren met Wailing Woods? Laat dat sowieso eventjes achter in de reacties. Ik denk dat Wailing Woods dus ooit wel een keertje gaat verdwijnen. En dat gaat niet al te lang meer duren, denk ik. Ik denk dat in seizoen 8 dat dan Wailing Woods is verdwenen. Rechtsboven in de map gaat een grote aanpassing krijgen. Call it. Oké, ik moet erbij zeggen, niks is zeker. Maar met deze aanwijzingen, ja, ik geef dit dan toch echt de grootste kans. Mensen, ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar deze video. Drop nog eventjes op duimpje omhoog, zal heel erg gewaardeerd worden. Abonneer natuurlijk op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Vergeet natuurlijk niet onze supporter creator code te veel vraag te gebruiken in de item shop. En dan zou ik zeggen, geniet nog eventjes van de gameplay hier in beeld. En peace out.